Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. De video over Mercurius die retrograde gaat lopen. Dit zal plaatsvinden tussen 1 en 25 april. Echter kun je de energie vooraf ook al voelen. Waardoor je dus ja, wel wat langer als die 25 dagen er last van kunt hebben. Normaal zorgt Mercurius voor een soepele communicatie en het stukje verbinding. Maar ook over de manier van hoe jij denkt en hoe jij leert. Nu kun je je eigenlijk best wel voorstellen dat die retrograde dit ja, behoorlijk wat gaat veranderen de komende periode. Zo ontstaat er dus eerder ruis op de lijn qua communicatie. Zo kun je eerder miscommunicatie krijgen, maar denk ook aan vertraging tijdens het reizen. Vertraging op je internetlijn. Eigenlijk elektrische apparaten wat niet meer fungeert zoals het eigenlijk hoort te doen. Denk aan dat producten kapot kunnen gaan met elektrische stroming of lading. Ben er ook van bewust dat eventueel je pc of laptop wat mankementen kan gaan vertonen. Ik adviseer ook altijd om deze dan vooraf een backup op te nemen. Zodat je in ieder geval alles hebt opgeslagen op een veilige bestand. Of een externe harde schijf of wat dan ook. Uit eigen ervaring kan ik namelijk meepraten tot 3 keer toe. Dat tijdens een Mercurius retrograde de afgelopen jaren mijn laptop of telefoon is gecrashed. Dus ik wil dat wel. Ja, nu hoeft dat natuurlijk niet voor iedereen te gelden. Maar ik wil het wel altijd als wijze tip meegeven. Dat je dit dus wel vooraf doet. Nu kan het dus ook zo zijn dat je bepaalde gedachten deze periode niet meer op een rijtje krijgt. Maar de retrograde periodes hebben eigenlijk ook wel een schaduwperiode die voor en na de retrograde dus plaatsvindt, wat ik zoals zei. Hè? Die schaduwperiode die dus nu al aangeprikt kan zijn, kan er dus ook al voor zorgen dat je dus nu wat roerigheid al ervaart. Wat weerstand hebt, wat tegenwerking hebt. Nu hebben we natuurlijk ook best wel wat intensiteit. Niet alleen door de Mercurius retrograde, maar ook door het eclipsseizoen wat gestart is. We krijgen over een weekje ongeveer, ja de 8e, dan ga ik er daarvoor zitten. De 8e is het, maar ik neem de video iets eerder op voor de nieuwe maanenergie. Nieuwe maan met zonsverduistering, dus daar hangt ook nog best wel wat zwaarte in. Wat ik mee ga nemen later in een video, dus ik denk over een weekje dat ik daarvoor ga zitten. Nieuwe maan is op dat moment in Ram. Ram is natuurlijk best wel een krachtig teken. Ram is een vuurteken, dus er kan wat vuurwerk gaan ontstaan, maar daar zal ik later op terug gaan komen. Het is ook zo'n stuk dat. Ik had het net natuurlijk ook al over dat het manier van leren en denken normaal met Mercurius in een soepele communicatie voortgezet kan worden. Nu zijn er dus wat complicaties door die retrograde en dat kun je dus ook merken als je eventueel documenten moet gaan tekenen. Lees dan ook goed de kleine lettertjes. Wellicht kan daar vertraging op lopen. Misschien duurt het wat langer allemaal voordat iets rond is en voordat iets afgewikkeld kan worden. Denk ook aan bijvoorbeeld papieren die jij moet tekenen voor een scheiding of een huisoverdracht of wat dan ook. Misschien heb je een offerte opgevraagd ergens en heb je zoiets van, mag nou toch wel eens komen. Nou dan weet dat daar ook Mercurius retrograde wat in teweeg kan brengen. Nu hoeft dat natuurlijk niet altijd daaraan gerelateerd te zijn, maar de energie is best wel intens. Eclipsseizoen dus, we hebben de lente-equinox is gestart. We krijgen ook nog engelenpoordagen met zich mee. De eerste is 4-4, dus 4 maart, februari, maart, april. Ik moet even denken, oh wat erg. 4 april, ik heb het hier zo mooi staan, 4-4. Ik moest gewoon echt even schakelen welke maand we dan zitten. De maanden gaan sowieso ontzettend snel voorbij. En voor je het weet, vieren alweer oud opnieuw. Maar we gaan dus nu gewoon kijken vandaag met Mercurius retrograde wat we kunnen verwachten.
wat er naar voren gaat komen en welk onderdeel we aan gaan prikken. Nou, ik krijg maar liefst 3 kaarten eruit. 4, zeg ik het goed? Ja, 4. Fulfillment, wish, dus wensen die kunnen wel misschien vervuld gaan worden. Oké. We hebben integration, union. We hebben contract, career en commitment in Saturnus. Saturnus is natuurlijk ook wel de planeet van de orde en structuur. We hebben opportunities, Uranus. Met leap en freedom. Oké. Uranus is ook wel de planeet van de verandering. Dus wensvervullingen kunnen dus in werking gezet worden, ondanks dat de retrograde actief is. En dat kan dus te maken hebben met union in jezelf of het pad kiezen wat voor jou bestemd is, waarbij jij dus hetgeen gaat doen waar jij eigenlijk het hoogst haalbare uit jezelf gaat halen. Bepaalde nieuwe richtingen die dus ingezet kunnen worden, maar die je uiteindelijk meer vrijheid gaan teruggeven. Oké. Ik heb wat grote kaarten, orakelkaarten, of tarotkaarten. Volgens mij is dit de Vee-orakel. Die shuffelen wat lastiger, maar we gaan gewoon kijken wat er naar voren gaat komen. Oké, we hebben de 9 van winter. Ongegronde angst, je richt op de slechtste mogelijke uitkomsten van het mug en olifant maken. Dit is ook al de 9 van zwaarden. Stukje wakker liggen, een beetje te veel overdenken. Dat kan natuurlijk ook wel zijn, hè? Dat je misschien een gesprek met iemand hebt gehad en dat jouw woorden niet binnen zijn gekomen zoals jij ze bedoeld had door die Mercurius retrograde. En dat je zoiets hebt van ja, maar ik wil het toch recht gaan zetten en hoe kan ik dit dan verwoorden? Heb ik dan iets verkeerd gezegd? Heb ik het anders kunnen zeggen? Ligt het bij mij? Noem maar op. Daar voel ik in dat je aan het piekeren bent. En we krijgen de geliefde, ware liefde voor altijd. Beslissingen die vanuit je hart genomen worden, terugkeren naar een goede gezondheid. En we krijgen hier union en de geliefde. Dat kan voor sommigen dus zijn dat het echt op het stukje liefde is. Maar het kan ook zijn dat het het pad volgen is waar jij gelukkig van wordt. Hè? Die innerlijke wijsheid in jezelf omarmen. Vanuit daar de kracht hervinden. Dat jij ook echt hetgeen gaat doen wat jij ja, fijn vindt. En waar je blij van wordt. Waar jij diepgang in vindt. Nieuwe inzichten, nieuwe connecties die wellicht gelegd gaan worden. Maar allemaal vanuit een andere frequentie. En die frequentie, daar heb ik het natuurlijk eerder al over. Hè? Dat is jouw trillingsenergie die best wel het een en ander meekrijgt op dit moment. Je kunt ook echt wel last krijgen van ascensieverschijnselen. Nu hebben we de laatste weken. Nou, ik durf misschien wel maanden te zeggen. Vanaf januari denk ik wel al. Dat er in de reading toch behoorlijk wat ervaringen naar voren komt. Qua union, qua liefde, qua samensmelten van energie. Maar ben je nu aan het kijken en zit je in een gezonde relatie, hoeft dit natuurlijk niet pertinent op het stukje romantische liefde te zijn. Maar het voelt voor mij echt wel voor de balans in jezelf. Wijsheden die je tot je hebt genomen. De kennis ook in een andere vorm neer gaan zetten. Het leren uit je hoofd te gaan en echt naar je gevoel te gaan. De geliefde voelt voor mij ook altijd dat jij bepaalde beslissingen hebt moeten nemen om in harmonie te kunnen verkeren. En vanuit die overal liefde voor jouzelf of de situatie waar je in zit, heeft dus niet altijd voor mijn gevoel te maken met echt een liefdespartner. Die kaart kan het zeker wel betekenen, maar het gaat voor mij ook in samenwerking. Samenwerking met mensen om je heen of samenwerking met je eigen innerlijke stem. En dat je daar de balans in vindt en vooral omdat je de union hier hebt liggen, wensvervulling. Dus het voelt voor mij meer als dat jij jouw zielspad goed aan het bewandelen bent. En doordat je die goed aan het bewandelen bent, krijg je dus ook nieuwe kansen op je pad, nieuwe mogelijkheden. We hebben hier de dromer, dat is de fool-kaart in de originele tarot. Omhels je ware lotbestemming. Begin
een nieuw avontuur en heb vertrouwen in jezelf. Dus eerst het vertrouwen in jezelf zal er ook voor zorgen dat je dus vernieuwing gaat ervaren in het nieuwe stuk waar je in gaat lopen. En we krijgen de 10 van zomers. Een emotionele vervulling, leven met familie of vrienden, kinderen liefdevol en verstandig grootbrengen, mensen die je kunt vertrouwen. 10 van bekers is dit. Dit is jouw wensvervulling. Dit is waar jij heel graag naartoe zou willen gaan. En dat hoeft totaal niet te maken te hebben dat jij een gezin met kinderen hebt. Misschien heb je dat wel, maar het gaat ook de spirituele connectie met de mensen om jou heen. Dat dat in balans is, dat je daar je energie van krijgt, maar ook energie aan wilt geven. En dan niet het een stukje energie geven dat je leeggetrokken wordt. Nee, dat het een balans is. Dat je daarin weer op kunt laden. Dat het contact eigenlijk alleen maar het meest goed, ja, een warme jas om je heen eigenlijk creëert. Oh, nou. Die vliegt eruit. En we krijgen de 2 van lentes. Een verschillende toekomst gemanifesteerd door hard werken en creativiteit. Samenwerken met anderen die jouw dromen delen. En wordt een grote vooruitgang geboekt. Het samenwerken met jouw hogere zelf. Maar het kan dus ook zijn dat je iemand gaat treffen waarmee jij dus in contact komt om mee samen te gaan werken. En misschien is het daar wel van dat het een stukje carrière is. Een contract tekenen. Dingen op papier zetten. Voor sommigen kan het zijn, ik zie een draaiboek. Heel specifiek een draaiboek, dat gebruik je in films of series. Misschien ook wel als je je eigen podcast opneemt of wat dan ook. Dat is interessant. Dus dat kan voor sommigen wel iets teweeg gaan brengen. Dat er echt iets helemaal nieuws op je pad gaat komen. Even deze kaarten wegleggen. Dan pakken we even wat andere tarotkaarten erbij. Ik pak ook nog wat tea leaves erbij. Ja, dat gaan we doen. Dat vind ik wel leuk. Oké, wat krijgen we erbij? Grapes. Time to go out and have fun. Dus ga er lekker op uit en geniet. Op dat moment kan het dus ook zijn dat als jij, dan zak je ook iets meer terug in je gevoel. Dan kun je weer genieten. We hebben pale. Time to get out of a situation. Dus ga uit een situatie. Dus ga erop uit. Stap uit die situatie van het stukje denken. Dan voel je weer de energie eigenlijk door je heen stromen. Hè? Jouw levensenergie. Jouw energie waar jij gelukkig van wordt. En misschien ontmoet je op dat moment wel iemand waarmee je gaat connecten. En waarmee jij dus... Voor sommigen kan het ook zijn, hè, dat je met iemand in contact komt waarmee je misschien wel gaat samenwonen of trouwen. Ik zie namelijk ook zo'n soort altaar-idee. Dus dat is meestal dan bij een bruiloft. We krijgen de ster. Gegarandeerd succes. Dus al jouw input van de laatste periode gaat succes opwerpen. Nu hebben we natuurlijk met die Mercurius retrograde, kan het als negatief gezien worden. Hè? Maar kan het ook zo zijn dat als jij hier je voordeel in meeneemt, het hoogst haalbare uit deze energiestroom haalt, dan kan het daarna alleen maar nog verder gaan stromen. Want dan gaat het een volle laag vooruit. Alles wat je dus nu in de positieve zin al kunt creëren, zal in een snel tempo dan na die 25e ook opgepakt gaan worden. We hebben de Lion, time to act, dus tijd om actie te nemen. En dat zien we ook, hè? Het is tijd om erop uit te gaan, tijd om te genieten. Het vertrouwen hebben dat hetgeen mag komen wat voor jou bestemd is. Maar we pakken er nog eens wat kaarten bij. Oké, we pakken er nog 2 even bij. We krijgen de koningin van munten, 7 van staven en de page van bekers. We zien hier ook duidelijk, hè, dat je wel comfortabel eigenlijk op jouw troon zit. In je eigen bubbel.
Maar je mag weer de wereld in gaan stappen. Kijk eens, we hebben hier de vier van staven. Kan dus voor sommigen echt zijn dat je iets groots gaat vieren. Of dat je iemand gaat ontmoeten op een feest of een viering. Maar het, ik zie voornamelijk dat het een connectie is. Niet pertinent op het romantische stukje. Maar ook het grotendeels van de mensen voor een samenwerking. Een samenwerking is natuurlijk een breed aspect. Maar je gaat iemand ontmoeten die heel dicht bij jou trillingsenergie ligt. En dit gaat komen op het moment als jij dus er weer op uitgaat. Hè? Tijd om weer te genieten. Tijd om je leven weer op te gaan pakken. We hebben natuurlijk een periode van binnenzitten gehad. Een stukje vrouwelijke energie. Nu mag die mannelijke energie weer naar buiten gaan treden. Hè? Dus we mogen er weer op uit. En of je nou als vrouw of man aan het kijken bent, dat maakt niks uit. Hè? Want het is voor iedereen bestemd. Maar ik zie hier nog wel dat je heel erg in je eigen bubbeltje blijft zitten. En ja, wil jij mensen gaan ontmoeten of wil jij connectie leggen met andere mensen? Of ja, heb je een bepaalde wens die jij vervuld wil hebben, maar daardoor moet je wel naar buiten gaan treden? Misschien op de socials, misschien in het echte leventje. Hè? Misschien dat je cursussen gaat volgen of dat je een uitnodiging hebt gehad en dat je zoiets hebt van ik weet nog niet of ik er wel heen wil gaan. Nou ja, er zit een onderliggende oorzaak achter die uitnodiging. En dat is dat het universum jou iets wil, ja, naar jou toe wil dragen. Maar dan dien je wel op die locatie te zijn natuurlijk. Wat voor jou dan bestemd is. Ik zie hier wel veel voorspoed. Veel genietmomentjes. Maar af en toe vind je het ook wel lastig om hier een balans in te vinden. Tussen het stukje eigen bubbel en de buitenwereld. Nu kan het ook zijn dat er voor sommigen best wel een periode is dat je ook veel energie mist. Of dat je dat iets heel veel energie kost. Nou is het zo dat als iets energie kost, dan is het niet voor jou bestemd. Dus dan hoor je het eigenlijk los te laten. Maar dat is makkelijker gezegd als gedaan. Want er zijn ook altijd aspecten wat energie kost. Wat gekoppeld zit aan bijvoorbeeld misschien bij je inscheiding. En moet je een convenant opstellen. En ben je aan touw trekken wanneer iemand wil gaan tekenen. En zit je achter de feiten aan te hobbelen en wachten totdat iemand getekend heeft. Nou, dan heb je daar eigenlijk geen grip op. Maar dit put jou wel uit om daar continu mee bezig te zijn. Dat gevoel krijg ik een beetje. Dat kan dus ook zijn dat er vertraging is op een bepaald contract die je eigenlijk wilde tekenen. Nou, kan het ook zijn dat als er een vertraging op de lijn is, dat het misschien duidelijk wordt dat het eigenlijk niet nodig is om dat contract te tekenen. Omdat het niet voor jou bestemd is. Maar die puzzelstukjes zullen dan wel in die periode gaan vallen. Want jij bent, die koningin van bekers die komt de laatste tijd. Ik heb geshuffeld, hè. Onder kandek krijgen we weer de vier van staven uit. Met de drie van munten. Samenwerking, er gaat toch echt wel een samenwerking komen. En voor mij voelt het echt grotendeels dus op het zakelijke vlak, hè. Of vriendschappelijk vlak. Dan kan samenwerking in een relatie natuurlijk ook heel goed meegenomen worden. Want eraan blijven werken zorgt er juist voor dat je dingen kunt transmitteren, hè, pijnstukken. Het voelt ook dat de connectie die hier op tafel is, dat je elkaar op gaat liften. Dat als jij een pijnstuk hebt en jij hebt er nog niet aan gewerkt, maar de andere wel, dat je dan eigenlijk bij jou in jouw energetisch systeem ook wat op aan het lossen bent. Maar toch krijgen we de vier van bekers. Dus ik pak er even nog een kaartje bij. Nou, dat is te veel. Die neem ik even niet mee. Deze wel. Oké. Je eigen weer open durven stellen is wel een belangrijk stukje. Want er is nog een blokkering op jouw hartchakra. En dit zorgt er ook voor dat die connectie. En we krijgen hier de aas van bekers. Maar wat ik al zei, het gaat om de verbinding. Het energetische stuk. Bekers kan soms ook voor creativiteit staan. Hè? Dus het voelt voor mij ook dat het dus op werkvlak kan zijn. Dat je daar geluk uit gaat putten. Maar dat er ergens toch nog een stagnatie is. Dat je bang bent om te gaan connecten. En dat zien we hier ook met de 9 van zwaarden. Dat je toch nog daar om af en toe in je hoofd zit. Terwijl je er wel aan toe bent al om te gaan ontvangen. Tenminste voor het grootste deel die nu aan het kijken is natuurlijk. Het blijven collectieve berichten. Dus mocht het zo zijn dat jij op een latere tijdlijn pas dit gaat ervaren,
ga dan niet te veel de focus erop leggen dat je het nu al bijna gaat krijgen. Want in het energetisch veld is geen tijdsbesef wat in het aardse stuk wel is. Dus alles wat ik hier nu op tafel krijg is geconnect met de energiestroom. En niet in het aardse stukje. Dus dat zal voor iedereen net wat anders lopen. Kijk, het is toch nog een stukje loskomen. Je hebt al zo ontzettend veel in werking gezet. Maar toch kan het dus zijn dat als er ergens een vertraging is qua contract tekenen. Dat je dan pas ziet, oh ik zit ergens aan vast. Wat niet helemaal zuiver is, terwijl ik er niet aan vast hoef te zitten. Want dit is misschien op emoties ingesproken, terwijl jij nieuwe handreikingen gaat krijgen. Die handreikingen zien we hier, hè, met het paasje van bekers. Hier ben jij zelf al de koningin van bekers. Ben je als man of vrouw aan het kijken, maakt dus niks uit. Stabiliteit, weer iets nieuws gaan creëren. Ook financiële stabiliteit, materie is daar een onderdeel van. Beetje comfortabel in jouw stoel zitten zorgt er dus ook voor dat je het lastiger vindt om naar buiten te gaan treden. En dat wordt nou wel weer geaccentueerd dat dat nu gaat komen. We hebben natuurlijk die eclipsseizoen wat gestart is. Dus het is een tijd van transformatie. Maar jij mag in een bepaalde cyclus die jij eerder ik denk misschien wel al zelfs een jaar geleden, dat je nu de jaarcyclus hebt voltooid. En dat je daar nu de afronding in mag doen. Dat je dan ontkoppeld bent uit hetgeen wat hier komt. Want dan krijg je de onderkant dekte page van munten. Dus je bent al lerende, stap je op dit pad. En nieuwe mogelijkheden ga je dan aangrijpen. Dus er komt een mogelijkheid waarbij jij het gevoel hebt van oké, wat moet ik hiermee? Dan ga je misschien in je hoofd zitten. Maar uiteindelijk als je het vanuit je hart gaat voelen, voel je oké, maar dit is inderdaad misschien het contract die ik wil tekenen. Wat mij vasthoudt, waardoor ik niet verder kan komen. Of een contract tekenen, terwijl je eigenlijk misschien een huis wil kopen of wat dan ook. Terwijl je eigenlijk een vrije geest hebt en eigenlijk wensvervulling hebt staan dat je graag de wereld rond wil reizen. Ja, wat houdt jou dan tegen? Ja, dat eigen huis wat je dan hier hebt. Ja, dan kun je dus zeggen van ja, dat kun je verkopen. Maar het kan een obstakel zijn op dat aspect dan. Dus dan kun je je eigen afvragen, wat kan ik dan nu doen? Wat is handig? Kan ik het misschien gaan verhuren? Of wat dan ook. En als je daar zicht op krijgt, dan kun je ook die voltooiing doen. Nu is de verhaallijn, loopt van hot naar her. Er komt van alles door, dus neem gewoon alleen het stukje wat bij jou past. Laat de rest gewoon lekker los. Kijk eens, we krijgen de Chariot en de Zes van Bekers. Waterenergie wat hier op tafel komt, kreeft voornamelijk, maar ook vis of schorpioen zou mogelijk kunnen zijn. Er gaat echt een aha-moment komen. Je gaat echt zo'n moment krijgen van oké, ik wil die 10 van bekers. Hoe kan ik dit verwezenlijken? Nou, dat kan door dicht bij mezelf te blijven, mijn eigen pad te bewandelen. En wat anderen er ook van vinden. Ik blijf in de volle glorie het pad bewandelen wat voor mij bestemd is. Want ik merk gewoon dat ik hier gelukkig van word. Dat ik hier energie van krijg. En daardoor kan ik ook pijnstukken ontkoppelen. Er gaat een bepaalde snelheid komen. Wat ik al zei, hè, tijdens die Mercurius retrograde ben jij aan het bouwen. En dit heeft er eigenlijk in de positieve zin al voor gezorgd, als je dit aan het doorlopen bent, dat jij iets stabiels neerzet. En als het dan in die andere gewoon weer recht gaat lopen, die Mercurius, dan in één keer, wam, dan ga je echt in de sneltrein vooruit. En dat is dus wat ik hier zie. En dat kan te maken hebben bij sommigen dat je te maken hebt met een passie vanuit jouw jeugd. Of dat je misschien gaat connecten met iemand vanuit je jeugd. Of dat het aangeprikt wordt door een opmerking van iemand. Of iets wat je op Facebook of Insta ziet of wat dan ook. Maar het is iets waarin jij kunt groeien. Het is iets waarbij jij kleine zaadjes aan het planten bent wat iets heel groots kan worden. Dus het zou van de ene kant kunnen zijn dat je dus met iemand in een zakelijke commitment gaat stappen. Wat heel snel kan groeien. Omdat jullie elkaar alleen maar op gaan liften. Omdat jullie de kracht samen kunnen gaan bundelen. Want jullie hebben eigenlijk alles dan ook mogelijk om verder te creëren. Stukje vrijheid. Nu voel ik hier ook best wel dat er mensen kunnen zijn die dus misschien ook naar het buitenland zouden kunnen verhuizen. Om daar hun ware geluk achterna te gaan. Maar dat er dan ergens nog wat vertraging op dit moment is met
vergunningen aanvragen, bouwvergunningen en dat soort elementen. Maar ik voel daarin niet dat het echt in de negatieve zin zal zijn. Zolang je het vertrouwen blijft houden, dan komt het eigenlijk allemaal wel goed. En dan zul je ook merken dat er veel meer schittering al aan de horizon staat, als dat je misschien de komende maand in zicht hebt. De ster is geactiveerd voor jou. En vooral jouw innerlijke guidance, als je dat blijft volgen vanuit liefde voor jezelf, union in jezelf, dan kun jij een cyclus verwezenlijken. En als deze voltooid is, als zeg maar die Mercurius retrograde weer in de directe stand gaat lopen, in één keer wam, dan ga je in één keer heel snel. En dat is dus eigenlijk heel sterk wat ik hier voor jullie voel vandaag. Ik sluit bij deze ook de video af. Mocht dit jouw video zijn of heb je het gevoel dat het jouw video zou kunnen zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Ben je nog niet geabonneerd, lijkt het me ontzettend leuk als je je eigen gaat abonneren. Daarbij pik ik het energie van jou ook eerder op als ik intap op mijn kanaal. En zullen readingen eerder met je resoneren. Als je daarbij ook nog het belletje aanklikt, blijf je op de hoogte van alle video's die ik post. En dan wens ik jullie voor nu in ieder geval een hele fijne dag toe. En tot de volgende video. Doei doei!